dat ging niet helemaal goed. Dus ik ga beginnen om de motor nog wat beter vast te zetten en ook het frame aan de duct te verbinden, zodat die heel erg stevig is. Daarna stuurmechanisme afmaken, zodat we kunnen sturen, skirt eromheen en dan kunnen we hem gaan testen. Als het goed is, staat hij helemaal vast. Laat hem gaan testen. Maar dit keer wel met de deur open. Ik ging de motor testen en dat ging steeds best wel goed. Totdat de starter unit van mijn motor in de prop kwam. Ik ben me echt rot geschrokken. En ja, alles is dus ook kapot. Dat is wel echt heel ruk. Die is kapot. Die daar is kapot. Ja, deze is nog een soort van goed. En nou ja, daar zit dus een deuk. Hier liggen overal onderdelen. Het ging ook echt super snel. Ik dacht dat ik het goed had neergelegd, maar dat was blijkbaar niet helemaal het geval. Dus dit is er van de starter over. En ja, daar ligt nog een stuk. Om even een idee te geven wat er gebeurd is. Deze beugel. Nou ja, dit is, wat zal het zijn, 1,5 mm dik staal. Die had net niet deze vorm. Die had net een iets mooiere vorm. Zo'n tegenslag. En het was gewoon dom van mezelf natuurlijk. Ik dacht dat hij daar goed zat. Zat hij niet. Ja, beter op letten. Ik ben blij dat ik het niet was. Dat ik niks heb. Ah, crap. Wat een geweld. Ja. Het was gewoon... Alles ging goed. En toen was ja, alles niet goed eigenlijk. Dat waren een beetje de... hoe het ging. Nou ja, ja, het project moet door. Dus ik denk dat ik de prop er maar af ga halen. En dan... ja, dan gewoon door. Nieuwe propeller bestellen. Zorgen dat volgende keer alles vast zit. Tijd om de gaskabel te doen. Ja, ja. Ik ga beginnen daar bij de motor en dan ga ik hem zo over het frame naar het stuur te doen om de goede lengte te krijgen. Lijkt me simpel.
Deze moet natuurlijk nog even wat verstevigd worden, want zo kan die er niet in. Ik had van hout de vorm gemaakt om hem makkelijk te kunnen maken. En nu ga ik hem met glasvezel en met polyester ga ik hem wat verstevigen. En hoe dat werkt, hoef ik jullie vast niet meer uit te leggen. Maar goed, matten eroverheen, glasvezel, polyester, helemaal insmeren, wachten tot het droog is. En ik heb hier vast wat gele kleurstof in gedaan, in de hoop dat ik dit alles dan vrij makkelijk geel kan krijgen. En ik er niks meer aan hoef te doen. Laten we gaan kijken. En ook deze zijn eindelijk helemaal gelakt en droog, dus die kunnen er nu op. En dan kan ik het hele stuurmechanisme gaan aansluiten. Dan heb ik al van meerdere mensen de opmerking gekregen dat dit geen hovercraft is, maar dat ik een airboat aan het bouwen ben. Omdat hij nog zo'n mooie dichte romp heeft, dat het gewoon een boot zou zijn met een ventilator. Bestaat ook, leuk, maar is het niet. Laten we dat misverstand voor eens en voor altijd de wereld uit helpen. Dat beter? Laten we doorgaan, want nu moeten we de skirt gaan maken. Dit is het zeil wat ik heb om de skirt van te gaan maken. Lekker subtiel kleurtje. Maar dit is nog geen skirt natuurlijk. Dit is gewoon een zeil van 5 bij 6 meter of zo. Dus daar moeten we nog even in gaan knippen. En daar heb ik wat voor bedacht. En dat is dit. Want het maken van die skirt is niet zo simpel als het lijkt. Althans, het is niet super moeilijk. Maar omdat ik 45 graden hoek heb en 90 graden hoek die in een bolling op elkaar moeten aansluiten, krijg je een soort van parabool waar je hem moet gaan lijmen. Ja, uit de losse hand is dat best wel lastig. Dus heb ik een kleine werktekening gemaakt. Zijn jullie er nog? Ja. Kijk, van de panelen die ik dus moet gaan maken. Dus dit kan ik daar op het zeil plakken. Uitknippen en dan heb ik hier zo de lijmrand en hier gewoon de vorm die ik moet hebben. Laten we gaan proberen. Dit op maat maken van die skirt is wel echt een stuk lastiger dan ik had gedacht. Het lastige is dat ik dus nu zo twee platte delen heb die ik op elkaar moet gaan plakken in die curve. Dus terwijl je ze plakt moet je die lijn volgen en moet je hem ook nog eens krom zien te maken zoals hier. En heb je dus allemaal materiaal over wat je eigenlijk nergens kwijt kan. Dus bij de eerste heb ik dat een beetje dubbel gedaan hier zo. Dat was niet echt een groot succes. En bij de tweede heb ik het hier ingeknipt. Was wel beter, maar ik had dat op nog niet genoeg punten gedaan. Dus ja, zo worden ze elke keer steeds beter. Maar, desalniettemin,
begint dit wel de vorm te krijgen die het moet gaan hebben. Dus dat is mooi. Laten we er nog een proberen. En wat is ook zo is, ik heb steeds meer materiaal over wat ik aan de kant moet zien te krijgen. Dat moet. Dat begint er wel op te lijken, maar het is niet helemaal hoe ik het bedacht had. Ik had bedacht dat hij zo rond ging lopen. Nou ja, dat doet hij wel, hè? Je ziet die mooie curvy. Maar dat hij vanaf hier eigenlijk weer naar binnen omhoog ging lopen. En dat is niet wat je ziet. Je ziet dat hij gewoon zo naar beneden ligt. En ik weet eigenlijk nog niet of dat een probleem gaat zijn. Kijk, hij staat hier natuurlijk straks op. Of tenminste, ja, hij zakt naar beneden en dan blaast die skirt op. En dan komt dat volgens mij wel enigszins goed. Maar het zou kunnen zijn dat ik hem hier nog in de hoeken los moet knippen en toch nog wat verder over elkaar in moet leggen om hem eigenlijk, ja, wat platter te krijgen aan de onderkant, zo gezegd. Maar ik vind het op deze manier vrij lastig in te schatten. Hier zo gaan metalen strips komen waar ik die skirt zo omheen kan vouwen en dan aan vast kan maken. Want ja, hier blijft het niet aan zitten. En die strips die heb ik hier. Van Laserdeal. Laserdeal is de sponsor van deze video en bij Laserdeal kan je heel makkelijk plaatwerk laten snijden. In dit geval aluminium strips en laten zetten trouwens. Laten snijden en laten snetten met de laser, zoals de naam doet vermoeden. Dus laten we even openmaken. Het plaatwerk, deze kleine hoekjes nog om het frame wat steviger te maken, want ik zag met de propeller dat het allemaal een beetje te veel schudde nog. Dus vier extra hoekjes en de gezette strips. Daar draaien we het om. Deze gaan hier zo komen, zo. En daar kan ik dan dus de skirt aan vast gaan maken. Hij is nu natuurlijk nog helemaal slap, dus het ziet er niet uit. Maar als hij straks opblaast, komt hij nog wat omhoog. Tenminste, komt de skirt nog wat omhoog. De hovercraft die zakt dan natuurlijk wat naar de grond, dus dat gaat zo... Nou, ik denk dat dat best wel goed gaat. En ik moet hem natuurlijk helemaal rondom vastzetten met deze strip. Maar dat heb ik nog niet gedaan, want ik denk dat hij nog een keertje af moet. Gewoon om nog misschien nog wat dingetjes te tweaken of te checken. Maar, wat ik nog vergeten was... Hier zo. Dit zit nog voor geen kant, dus ik ga hier een houten plank, zelfde zaal, nog even een zittingje maken. Kijken of het een beetje zit. Hetzelfde gaat zitten van de kant. Ja, dit is wel goed. Ik bedenk me nu wel dat ik geen gordel of zo heb voor dit. Maar goed, misschien moet je gewoon niet te bang zijn. We hebben straks een rooster natuurlijk. Nog even wachten tot de propeller erin zit natuurlijk, tot hij geleverd is. Dan kunnen we hem echt gaan testen. Ik weet alleen nog niet zo goed waar. Dus mocht jij nou een suggestie hebben in de buurt van Haarlem of een klein stukje rijden, waar ik dit kan gaan testen op een terrein waar ik niet zomaar de politie op mijn dak heb, omdat het eventueel niet zou mogen, dan laat het even weten in de comments of stuur me een berichtje.
En wil jij de video nou als eerste zien? Of wil jij gewoon sponsor zijn van dit kanaal, zodat ik een nieuwe propeller kan kopen? Word dan lid van mijn Patreon en kom bij deze coole mensen hier te staan. Ondertussen heb ik een gave video voor je klaarstaan. En tot de volgende.